Vandaag ga ik deze armband maken en deze heet de Double Infinity armband. En als je het basisarmbandje kunt maken, dan kan je deze armband zeker maken, want hij is helemaal niet zo moeilijk. Het is eigenlijk een soort van vriendschapsarmbandje, omdat het vriendschapsteken heeft. Maar je kan hem ook gewoon voor jezelf maken natuurlijk, als je dat leuk vindt. Dus laten we beginnen! Zo ziet de armband er van dichtbij uit en hij is in de kleuren van de regenboog en je kan hem aan alle twee kanten dragen. En in het midden zie je dat er een oneindigheidssymbool in zit. En ja, ik vind het een vriendschapsarmband omdat je dan een oneindige vriendschap hebt. Dit is wat je nodig hebt. De Rainbow Loom, de haak, 36 zwarte elastiekjes, 3 rode elastiekjes, 4 oranje, 4 geel, 4 groen, 4 blauw en 3 paars. En een C of S clipje. En je mag natuurlijk ook andere kleuren gebruiken. Zorg ervoor dat deze 3 rijen ongelijk staan en dat de middelste rij het dichtst bij je staat. En dat de opening van de pinnetjes van je afstaan. We beginnen met het maken van de buitenkant van de armband. Dus ik pak een zwart elastiekje erbij. En doe hem om het middelonderste pinnetje en rek hem uit naar het pinnetje rechtsonder. Doe dan een elastiekje van waar je net bent geëindigd en rek hem uit over het pinnetje erbovenop. Pak dan nog een elastiekje. Begin waar je net bent geëindigd en rek hem uit tot het pinnetje erboven. En zo ga je helemaal doorwerken tot aan het einde van de loom. Maar sla wel het allerlaatste pinnetje over. Dus als we eventjes wachten, dan komen we hier bij het einde aan. En je ziet dat ik het allerlaatste pinnetje oversla. En in plaats daarvan pak ik een elastiekje erbij en die rek ik uit naar het pinnetje in het midden. Het laatste pinnetje op de middelste rij, zoals je hier ziet. Als ik te snel ben gegaan, zet de video dan even op pauze en speel hem af als je weer bij bent. We hebben nu pas 1 helft gedaan, dus we gaan nu aan de andere kant beginnen en dat is de linkerkant. Dus pak een elastiekje erbij en begin weer vanaf het onderste middelste pinnetje en rek hem uit naar het onderste pinnetje op de linker rij. Daarna werk je weer naar boven zoals je dat net op de andere kant hebt gedaan. En nogmaals, sla het allerlaatste pinnetje over en rek een elastiekje uit vanaf het ene laatste pinnetje op de linker rij tot aan het laatste pinnetje op de middelste rij. Pak nu nog een zwart elastiekje erbij en we gaan een dopje maken. Dus duw het elastiekje om 2 vingers, rek het uit, draai hem in een 8-vorm en vouw hem dubbel. Doe hem dan over het laatste pinnetje op de middelste rij. Nogmaals, als ik te snel ga, zet de video even op pauze en speel hem weer af als je weer bij bent. Zo ziet het er nu uit. Nu gaan we de infinity symbolen maken. Pak je eerste kleur erbij en pak daar 2 elastiekjes van, omdat we een double infinity armband aan het maken zijn. Begin dan niet op de eerste pinnetjes van de linker en rechter rij, maar juist op de tweede pinnetjes. Dus duw de 2 elastiekjes over het tweede pinnetje van de linker rij, rek het uit en draai het in een 8-vorm over het tweede pinnetje van de rechter rij, zoals je hier ziet. Pak dan je tweede kleur erbij. Voor mij is de tweede kleur oranje, maar ik mix het oranje elastiekje met een rood elastiekje, zodat de kleuren van de regenboog geleidelijk op elkaar overgaan. Dus duw de elastiekjes over het volgende pinnetje heen, rek ze uit en draai ze in een 8-vorm over het pinnetje op de rechter rij heen. Sla dus de middelste rij over, daar hoef je even niks mee te doen. Nu pak je de volgende kleur erbij, dus ik heb hier 2 oranje. En je doet hem weer over het pinnetje aan de linkerkant heen en je draait hem in een 8-vorm over het pinnetje aan de rechterkant heen. De volgende kleur is voor mij geel, maar ik ga deze mixen met 1 oranje elastiekje, dus 1 gele, 1 oranje. Nogmaals, dit doe ik zodat de kleuren van de regenboog geleidelijk op elkaar overgaan. Natuurlijk hoef jij dit niet te doen, je mag gerust je eigen kleuren uitkiezen, maar ik vond het wel leuk om het zo te doen. Je kunt ook eventueel 1 elastiekje gebruiken in plaats van 2, maar ik vond dit gewoon net iets voller en ik vond dat het er net iets beter uitzag. En blijf deze 8-vormige symbooltjes maken tot aan het einde van je armband. Tenminste, ik doe hem helemaal tot aan het einde, zodat ik mijn regenboogkleuren af kon maken. Maar jij hoeft dat niet te doen, want aan het begin van de armband hebben we de eerste 2 pinnetjes overgeslagen. Dus als je wilt dat hij gewoon wat meer in balans is en dat je armband wat meer evenwicht heeft, dan hoef je deze 2 laatste pinnetjes niet te doen. Maar ik doe dat wel, want ik wil hem gewoon afmaken op een volle paarse kleur. En ik zal even uitzoomen om te laten zien wat ik nou precies bedoel. Hier kan je zien dat ik elastiekjes om deze 2 pinnetjes heb gedaan, maar hier heb ik dat niet gedaan. Dus het hoeft niet, het mag wel, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. En draai nu je loom om, zodat de openingen van de pinnetjes naar je toe staan, zoals je hier kunt zien. En pak nu je haak erbij en dan beginnen we met haken. En we beginnen bij het pinnetje op de onderste rij. En dit is het pinnetje waar we net een zwart dopjes elastiekje op hebben gedaan. Dus het elastiekje wat we zeg maar hebben omgevouwen op onze vingers en dan op het pinnetje hebben gedaan. En doe je haak in het midden van dit elastiekje en druk het elastiekje uit de weg. Pak dan het elastiekje dat vastzit aan de rechterpin.
Dus zoals je hier kunt zien zit dit elastiekje vast aan de rechterpin, dus ik vouw hem over naar de rechterkant. Daarna doe je haak in het midden van de volgende pin en dan gaan we gewoon zeg maar de rest van deze rij afwerken. Duw alle elastiekjes opzij behalve de onderste elastiekje, want dit is het elastiekje dat vastzit aan de pin daarboven. Dus haal deze omhoog vanuit de binnenkant en haal hem dan over de volgende pin heen. En dit gaan we gewoon helemaal doen tot aan het einde. Maar nu begint het wat makkelijker te worden, dus druk alle gekleurde elastiekjes opzij. Pak het onderste zwarte elastiekje. En dan trek je hem naar boven over het pinnetje heen. En wat echt super belangrijk is om te onthouden, is dat je altijd je haak in de binnenkant van het pinnetje stopt. Dus dat je het zwarte elastiekje naar boven haalt vanaf de binnenkant van je elastiekjes. Want als je dit niet doet, dan haak je de elastiekjes niet aan elkaar vast. En als je dan klaar bent en je haalt het armbandje van je loom af, dan is het uiteindelijk, ja, dan valt je armbandje uit elkaar en dat willen we niet. Dus pak je zwarte elastiekje altijd vast vanuit de binnenkant van je gekleurde elastiekjes. En vergeet niet deze rij af te maken door het elastiekje vast te pakken van de rechtse laatste pin. Tot aan de middelste laatste pin. Ik weet even niet zo goed hoe je het moet noemen. Maar doe in ieder geval wat je hier in de video ziet en dan moet het goed komen. Ik zal even uitzoomen en nu kun je zien hoe het er ongeveer uitziet. Dus de rechterkant hebben we geloomd, de linkerkant nog niet. En nu gaan we verder met het loomen van de linkerkant. Dus je doet gewoon weer precies hetzelfde. Stop je haak in het midden van de pin. Druk alle elastiekjes uit de weg. Pak het zwarte elastiekje vast dat aan je volgende pin vast zit. En dan loom hem over het pinnetje heen. En dan doen we weer de haak in het midden. Druk alle elastiekjes uit de weg. Pak het onderste elastiekje vast. En haal hem naar boven. Haal hem over het pinnetje heen. En zet hem vast aan het volgende pinnetje. En zo werk je helemaal door tot aan het einde. Nogmaals, vergeet niet de rij af te maken tot aan de middellaatste pin. En ik ga nu even een stukje versnellen. Maar wees niet bang om gewoon de video te pauzeren. En ik laat deze laatste elastiek toch nog eventjes langzaam zien, want ik wil niet dat je hem vergeet. Dus pak het elastiekje op de laatste pin van de linkerrij en loom hem over naar het laatste pinnetje van de middelste rij. Nou, en nu willen we deze armband even afmaken, dus pak een nieuw zwart elastiekje erbij. En je haak, doe je haak in het midden van het laatste pinnetje op de middelste rij. Doe hem er helemaal doorheen, zodat je zo het zwarte elastiekje op je haak kan zetten. En dan wil je het zwarte elastiekje hier halverwege doorheen halen. En dan doe je weer je haak door het midden van de andere helft van je zwarte elastiekje vast. Dus dat hij nu zeg maar dubbel om je haak zit. En daarmee houdt hij het armbandje vast. En jullie hebben gevraagd om iets langzamer te laten zien hoe je dit armbandje van de loom afhaalt. Dus ik laat het je hier heel langzaam zien. Ik haal gewoon de elastiekjes van de pinnetjes af. Heel voorzichtig, niet te snel. Maar als je het allemaal goed gehaakt hebt, dan heb je hier helemaal geen problemen mee. Dus stel nou dat je armbandje wel uit elkaar valt, dan betekent dat je ergens een foutje hebt gemaakt. En dat is helemaal niet erg, gewoon nog een keertje overnieuw beginnen. En dan lukt het je uiteindelijk wel. En dit is het laatste stukje. En nou is mijn armband af. Tenminste, hij is eigenlijk nog een beetje te kort. Dus we moeten nog wel een verlenging maken. Maar eerst even gewoon kijken naar hoe mooi die is. Zoals je kunt zien past hij niet helemaal om mijn pols heen. Dus we gaan gewoon een hele simpele verlenging maken voor deze armband. Draai je loom weer terug om, zodat de openingen van de pinnetjes van je afstaan. En maak een verlenging met zwarte elastiekjes. Ik heb 6 zwarte elastiekjes. En die zet ik allemaal op één rij, zoals je hier kunt zien. Dat hebben we net ook gedaan, dus ik kan het wel uitleggen. Maar ik denk dat je het wel snapt hoe je dit moet doen. Dus in totaal zet ik hier 6 elastiekjes op. Zet er minder op als je denkt dat dit te lang wordt voor jou. Zet er meer op als, ja, als het armbandje dus niet lang genoeg is. Nu pak je het uiteinde van je armband erbij, rek dat dubbelgevouwen elastiekje even uit en die zet je op de allerlaatste pin waar je net bent geëindigd met je gewone zwarte elastiekje zeg maar. Dan draai je loom weer terug om, zodat de openingen van de pinnetjes naar je toe staan. En dan pak je je haak erbij en dan gaan we de verlenging loomen. Dus vanuit de binnenkant van het pinnetje druk je de elastiekjes van het armbandje even uit de weg en pak je het elastiekje vast dat vast zit aan de volgende pin. En die haal je omhoog over het pinnetje heen en die zet je vast aan het volgende pinnetje.
zodat hij nu dubbel gevouwen zit. En zo ga je door met loomen, helemaal tot aan het einde, dus totdat je helemaal klaar bent. Even dit stukje versnellen hoor. Zo, en nu wil ik het allerlaatste elastiekje en die rek ik uit over een volgend pinnetje. Dit hoeft niet, maar het is gewoon wat makkelijker om je C-clipje erop te doen. Dus pak je C-clipje of je S-clipje erbij, dat mag allebei. Maakt niet uit of je een C- of S-clipje hebt en die druk je er gewoon op. En nu is het veilig om dit verlengingje ervan af te halen. Nogmaals, gewoon heel voorzichtig van de pinnetjes afhalen. En als alles goed is gegaan, dan moet die nu helemaal aan elkaar vastzitten. En zo ziet de armband er nu uit. Hier kun je zien hoe we, de ene kant aan de andere kant vastklippen. Dus ik rek even die kant uit, zodat het makkelijker is. En dan druk ik gewoon de opening van de C-clip op deze elastiekjes en dan is die vast. Ja, het is heel erg makkelijk. En ik krijg echt superveel vragen. Kan je ook een S-clipje hiervoor gebruiken? En ja, dat kan. Je kan een S-clipje altijd gebruiken in plaats van een C-clipje. Dus het maakt echt niet uit wat voor clipjes je hebt. Dus hier doe ik hem om mijn pols. En ja, ik vind hem echt heel erg mooi. Ik vind het leuk dat hij gewoon geleidelijk, zeg maar, de kleuren van de regenboog van één kleur naar de andere kleur gaat. Ik hoop dat deze tutorial duidelijk was. En dan zie ik je in de volgende video. Doeg!